al deze spulletjes met z'n allen oefenen. En na een uurtje oefenen gaan we met z'n allen optreden. De lucht ingooien of het sokje omdraaien. Beetje sneller, ziet het er zo uit. Evenwicht houden over de bal. En controle houden. Als je aan het fietsen bent, zorg dat je niet vergeet te sturen. Dan komt het vast in orde. Even kijken, staan alle artiesten in de rij? Kom je ook in de rij staan? Kom maar hier ertussen, dat mag wel. Mag ik hier bij jullie ertussen? Ja hoor. Kom, handje vasthouden, handje aan de andere kant. Super. Even kijken, is iedereen al in de rij? Zo, zijn de artiesten klaar voor een buiging? Ja! Is het publiek klaar voor een applaus? Ja! Dan gaan we aftellen, dames en heren. 3, 2, tellen jullie mee? 3, 2, 1, ja! Dan ga ik even kijken, jongens, mannen, die kunnen aanmoedigen zoals alleen mannen dat kunnen, door een echte oerkreet te maken. Oeh, mannen, laat eens horen, hè? Oh, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Hey, dat klinkt goed. Hey, ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen, want dat zou heel spannend kunnen gaan worden. Zijn jullie er klaar voor? Zoe en Rohan, dan gaan we aftellen. 3, 2, 1, ja! En moet je staan, en moet je staan! De meisjes zingen voor, de meisjes zingen voor, maar er kan van alles gebeuren, de meisjes zingen voor, de jongens zingen voor, maar de meisjes zingen, oh, de meisjes zingen uit onze stuk. Mijn jongens, we gaan gewoon door, hè. Lucas, jij mag hier komen staan en we gaan even stoer staan, Lucas. De voeten een beetje uit elkaar. Een beetje verder, mag? Nog een beetje verder? Ja, goed zo. En dan de handen in de zij. En dan gaan we stoer kijken. Lucas, blijf zo staan, Lucas. Hoppatee. Wacht, je de voetjes. Benen naar achteren, zo, mij de handen geven. Voetjes naar achter, Lucas. Wij gaan namelijk één wieler zonder dat jij voeten op de trappen zet. Zo.
Lucas, doe de voetjes even naar achteren. Zo. Lucas, heb je een leuke vakantie tot nu toe? Ja. Gelukkig. Is jouw papa Vlamme hier? Ja. Ja? Oh, die zijn aan het filmen. Doe maar nu filmen, dit is het juiste moment. Ja. Ja, dat is leuk ze. Ja. Lucas. We gaan beginnen. Nog één vraagje. Ben je naar de wc geweest? Ja. Goed zo. Komt je? Dames en heren, 3, 2, 1, hoppadee! Oh, Lucas, welke kant heen, welke kant heen, op? Lucas, welke kant? Grapje. Drie, twee, één. Zullen we ze in de fik steken? Ja! Dat is altijd feest. Misschien is het goed om even te vermelden. Nooit thuis met vuur oefenen, hè? Nee. Voor de fakkels geldt hetzelfde als voor de messen. Als ze jullie kant op komen, moet je ze aan deze kant vangen. Belangrijk. Verder is het belangrijk dat je nooit jongleert in de buurt van bomen. Dat is met vuur tenminste, hè? Met vuur. Nooit in de buurt van bomen. Levensgevaarlijk. Zo. Als er mensen zijn die denken, oh, is dat heet? Willen jullie voelen hoe warm het is? Even voor de eerste rij. Voelen jullie de warmte? Voelen jullie de warmte? Voelen jullie de warmte? Zo. Dat is lekker, hè? Zo. Vorige keer dat we hier waren was het 40 graden. Ja, iedereen smolt. Zo, komt-ie. 3, 2, 1. Lucas? Grapje. Dames en heren, jongens en meisjes, dit was bijna het einde van de show. We hebben nog, zes kegels, die kunnen we ook overgooien. Dames en heren, jongens en meisjes, wij hopen dat jullie het heel leuk hebben gevonden vandaag. Vonden jullie het een beetje leuk? Ja! Ah, gelukkig. Dames en heren, wij doen ook kinderfeestjes, communiefeestjes. We doen ook op basisscholen. Basisscholen ook leuk. Campings, altijd leuk. En dus als je meer informatie wilt, kijk even op onze website. www.circusluiten.nl. Dan komt het helemaal in orde. We gaan nog jongleren met kegels. En dan, misschien ook goed om te zeggen, als er dadelijk mensen zijn die verder willen oefenen, dat kan niet, wij gaan alles opruimen. Maar, we hebben een eigen circuswinkeltje. We hebben wat diabolo's, flowersticks, bordjes meegenomen. Dus als je daar meer informatie over wil, kom gewoon blijven even kijken, helpen we je graag verder mee. En dan gaan we nu jongleren met 6 kegels. Dames en heren, en dan sluiten wij ook graag af
met een laatste bagging. Dames en heren, tot ziens in het circus!